Ja, het begint zuiver al te wennen. Heerenveen wint ex in vierde derby van dit seizoen. Novaat Greens versloeg toch 2 doelpunten van Sidney van Hooijdonk. En een absolute blamage van Cambuur in het cruciale degradatieduel. Mooi Excelsior. Mijn naam is Arine de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Dat is 1-0 voor Excelsior, waar we nog maar 7 minuten speelden. En dan is die al daar. Het doelpunt van Excelsior wint makker terug. Kenzo Goudmijn. Sportclub Heerenveen komt in de 26e minuut op een 1-0 vastsprong. En wat een ketser van de keeper van FC Grace, Verrips. En dan is hij er als een dubbeltje uit het waskep goed bij. Als een echte spits, Sidney van Hooijdonk. En dan mag je maar bezwaar. Oh, daar is een 2-0! Daar is een 2-0! Nee, hè? Hemeltje lief, hemeltje lief! Nee, ik kan de pakken op een beulig hier in Woudenstein. Het is 3-0 worden. Het is jouw 0 worden voor Excelsior. Cambu krijgt echt op een beulig. Het is een echte spits, Sidney van Hooijdonk, en hij maakt het als een echte spits. Ik de 2-0. Het is een hele goede actie, een mooie paas op Pelle van Amersfoort. Die liek het op hetzelfde match en dan kiet hij uiteindelijk nog via de keeper op de voet van Sidney van Hooijdonk. En die zit hem keurig in. Ja, en de heren die zitten er al klaar voor. Ja, Geert zeker. Van Thun, Roelof de Vries en Andor Faber. Ja jongens, ik hier wel een beetje een probleem. Maar hier? Ik zie het in dubio. Want ik ga eerst natuurlijk gewoon de wedstrijd zoen van Heerenveen, maar daarna wie de klassieker en die wil ik graag zien. Maar op datzelfde tijdstip wie ik Excelsior chin Cambuur. Nou, wie is gauw klaar mooi. Ja, ik toch van ik win toch voor van Cambuur. Ja. Je neemt toch je vak serieus. De beste maast Joert in de podcast. Maar dat nou ook goed, hè? Keurig. Maar dat 10 minuten ben ik switcht en ik heb er geen speed van. Nee. Het is wel doelpunt mist. Ja, maar wat een wanvertoning. Ja, erg hè. Door wie is er? Ja. Nou ja, dit is. Ik heb hem Ket Jerkin ze helpen beulen kregen. Het weer echt helemaal niks. Het weer een wanvertoning. Ik weet ik net of ik er meer van matchen had. Maar hoe is het mogelijk? Ja, snap je het? Tje Volendam, wie het ook al de wedstrijd van het hier. Ja. Nou, werd een wedstrijd van het hier. En waar gaat het mis? En nou ja, al heel gauw gaat het mis. Ja, binnen niet alle woorden weer clear. 4-0 achter. Net een leeuw, jong. Ik weet het net. Het ziet er net in. Het wie al je slappe hap en het wie. Ja. Ja, Cambuur onwaardig, maar ik in het kader van goed je ervoor steen. Zoen je toch zeggen, wij zetten hier verdomme eens even de toon. Ja, en niet die blikken de volgende weken dat dit gebeuren zou. Ik bedoel, nee. De Line gier omheeg, het voetbal waard beter, de waard meer doelpunten maken. Cambuur hier vertrouwen, Cambuur misschien in eigen wel favoriet, zin Excelsior. Dus je zegt het echt. Totaal net omkomt. Nee, maar goed, jongens, laten we eerlijk wezen. Het kan altijd nog slimmer. Want wat er in Greens gebeurde, maar die supporter en Jetro Willems, dat slaat werkelijk alles, toch? Roelof, wie is erbij? Ja, we zitten op die pastribune wel echt heel dol onder de orenkant van het veld. Dus je krijgt dan net heel goed mooi wat er precies gebeurt. Dat zien we eigenlijk wel toch wat beelden van ESPN. Ja, het is echt compleet absurd. Vooral wat die ene jongen, hè, de minderjarige jongen, is hij dus onhouden. Die Jetro Willems een klap jouwt. Echt, die komt van boven naar beneden sprinten en die komt maar een voetslag. Dat is net normaal. Ja, tokkies, aso's, oppakken en lang stadionverbod, Jan, meldingsplicht, Jan, elke sneur of snijden als Greens. Ik je in het publiek, denk ik. Nee, nou, als die stelling lezen, doe je stelling op Twitter-account van NPO Radio 1. Ja. Hugo Borst is er helemaal klaar mee met gedoe in stadions. De stelling van Borst, geen uitsupporters meer bij wedstrijden. Nou, nee, Olie hiervan. Ja. Nou ja, dat is toch een compleet absurd. Alsof die overvolle dutje. En ik heb uitslag, ja, ik heb uitslag gehad van die stelling. Dat wie ik nou eens een keer. Oh, dat ga ik net zien. Ja, nee, die, als, dat koest ik net zelf weer op radio. Ja. Want ik zit daar. Nou, meestal publiceren ze meer op Twitter trouwens. Oké, okay, nou, maar dat wist. Open riool. Geert in Twitter, dat is een slechte combinatie. Nee, maar ik zit te luisteren langs de lijn, Justerion. Ja. En toen ik verommerde in Rotterdam. Het wie ik nog. Het wie 50-50 van mensen die zijn ja, gelijk. Of nee, maar net wijzen. 50-50. Ik wil wat minder vertrouwen in de samenleving. Ze staan er gewoon. Jongen. Ja, hoe kun je nou 50% erop stemmen? Het had totaal geen enkele. Oh, Geert. Oh, wat valt er nou? Geert, je bril. Even onder de tafel. Oké, jongens, we doen podcast kennen ik al. Ik ken al hier. Maar van Jetro Willems en Grace, die hebben trouwens onjef te dienen. Hebben ze dat nog wel dienen? Hebben ze wel dienen, bij de politie. Is het nog heel leuk, Geert? Ik zie niks meer, maar dat is heel goed. Nou ja, je kent beter een helm op dan bij zo'n wedstrijd, spelen, daar komt het wel een beetje bij. Daar komt het eigenlijk op deel. Ja. Maar Tjen Cambuur. Even door, dan nog even in dingen. Wie het nou handig van die Willems om daar in dat vak te klimmen? Want ik voel dat hij er tamelijk
driftig op dat vak afroen. Dat maakt het iets los. Foute boel, hoor. Ik geef het net om. Maar ik denk dat het misschien ik wel een rol is werd had tussen die beveiliging van wat er even een speler bij komt. Het zoekinnen, weet ik net, jij al een beetje suggestief. Maar en vaak werkt het wel goed, hè, dat er dan even een speler bij komt. Maar net hij, de lichaamstaal die even krijgt dan, dat miste de goede toon even, dat, volgens mij. Dat tik ik, ja. Dat maar goed, maar nou, dat, om nou de schuld deel te lezen, ben je niet op maar goed, Kitje en Cambuur ging het ook al mis, hè, in de Euroborg. Toen kwamen de supporters, ik had al het veld op. Grains had al een voorwaardelijke straf gekregen om een keer een wedstrijd te spelen zonder publiek. Dat wie vanwege viewwork in Fortuna Sittard. Nou ja, de Silk Griff nou een wedstrijd komen in het eigen stadion zonder publiek van ja, of misschien al ligt die fanatieke kant, dat die leeg bleef. Ja, nou ja, goed. Krut de problemen in elk geval bij de FC Grains. Maar laten wij ons vooral concentreren op Jerveen en Cambuur. En dan beginnen wij altijd een mooi. Ik voel het al lang doorheen. Ja? Ik zit er al op te wachten. De stellingen. We zijn al haast 10 minuten nog. We hebben de stelling van Borst, maar we hebben ook de stellingen van de boer. Weer beter. Ja, toch? Volle beter. We beginnen met Geert. Tuurlijk. Geert, als ik Robben Ruiters als joch, dan verlang ik weer waarom naar Joao Virginia. Nee hoor. Nee? Nee. Nou, ik wel. Ja, ik. Wat? In Amsterdam doen ze ze wat een pannenkoek. Opportunisme, jongens, kom op. Oké, dan geven we nog een opportunistische stelling voor Roelof. Ja, Jereveen, maar de hand dichtkniepen, maar een spits als Sidney van Hooijdonk. Nee. Nee? Nee. Andor Faber, ik had er geen vertrouwen niet meer in. Ik smiet de handdoek. Ik had er geen vertrouwen met, dus dit is weer een dubbele ontkenning. Over de stelling van de boer gesproken. Nee, maar wist het er maar. Ik stellingen van Bos beter. Ik had er geen vertrouwen meer. Hij stelt er nog vertrouwen in, dus nee. Hij stelt wel vertrouwen in. Nee, want ik had er geen vertrouwen in, dus ja. Oké, ja. Ja. Dus hij stelt er geen vertrouwen meer in. Ja. 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 Dat klopt. Dus ik loopt de hand ook in de ring. Ja. Ja. Ja, ja. Oké, het is clear. Het is clear. Oh, maar even mij erop omkomen. Nee, ik heb nog één voor Roelof. Oh. Want Roelof, takkem seizoen, dan is de noordelijke derby Jereveen AZ. Ja. Ja, ja, dat denk ik. Ja. Want laten we u dan zetten met Jereveen, jongens. Want Jereveen woont bij 0-20, 12 doelpunten van Sidney van Hooijdonk. Twee keer een rebound, er is vaak kritiek op Sidney van Hooijdonk. Maar ja, heel stiekem, zit hij nou toch gewoon op 10 doelpunten. Je moet er maar staan, neusje voor de goal. En dus mooi Jereveen in de hand tegenkniepen met zijn spits. Nee, 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 oh, toch nee. Net. Nee, nee, nee. Mooi, ik daarop en waarom komen? Ja, no, ja, no. Nou, no. Ja, ja, ja. Nee, ik vind een spits met goals maatje en daarvoor dotty hoorn. Maar ik vind wel dat een spits ik wil wat meer leveren je mat dan wat Sidney van Hooijdonk alleen nog maar levert. Dus ik knok aanspeelpunt. En daar vind ik hem net goed genoeg in die zin. Dat kan hij misschien wel in ontwikkelen. Hè? En Sienheid zei ik altijd dat hij Sienheid zelf ik op letteren leeft hij pas. Nou ja, zo goed wie als dat hij uiteindelijk worden is. Dat hij echt wel bij topclubs spelen had. Dat zou van Sidney van Hooijdonk nog gebeuren kennen. Zit nou wel bij Jong Oranje, hè? Zit, ja. Is nou toch Erwin van der Looy bij Jong Oranje hellen? Hij mocht nog gekrekt, hè? Kijk, die leeftijd nog dat hij nog mai naar een toernooi is. Simpel leuk, het EK of zo. Ik weet niet het wat, EK ja. Zit er rond te komen. Maar nou eerst twee oefenwedstrijden in Noorwegen en Tsjechië. Ja. Op trainingskamp in Spanje. Dus op les met nog oproepen, hè? Omdat we het afvallen binnen. Maar van Hooijdonk, leuk, prima. Hij voldoet onzien doelpunten. Ja, maar een spits, jongens, maar dat gewoon doelpunten, maatje. Ik snap echt wel, hè. Qua voetbal is het alweer erg matig. Hij is net echt net echt balvast. Had geen passeeractie, is net buitengewoon snel. Had ik net een geweldig scot. Maar hij rint altijd wel mooi. Werd eventueel de rebound komen in. En hij had nou het zien doelpunten, een trein in de beker. Ja. Eigenlijk is het toch prima? Ja. Binnen prima cijfers. Ja. En inderdaad, ja, had je puur zeggen. Sek, een spits, steert er om doelpunten te maken. Ja, dan voldoet hij natuurlijk om die opjeften. Ja, aan de andere kant, in het joedijstige voetbal, wordt er nou een keer meer vregen. Dus ik snap Roelof ik wel. Maar ja, als je kiezen kennen van dit seizoen, bewijzen van nou ja, van Hooijdonk, die maken te zafvolle zoen je die opstellen. Nou, als je wist binnen van 15 goals in de Eredivisie, stel je zo'n jongen altijd op. Stel, er is geen Björn Johnson bij Cambuur. Er is dus Uldrikus. En dan krijgt hij de keus tussen Uldrikus en Van Hooijdonk. Wat doe je dan? Nou, ik heb op het begin van het seizoen al zijn en in de winst stop ik hier Uldrikus gewoon volle meer de kans doen. Ik ben echt ver van Uldrikus. Maar die had genoeg kansen hoor. Die had genoeg spelen. Vind ik net. Een heleboel spelerrollen. Ja, maar... Op een gegeven moment houdt het op. Dan mat je iets. En dan... Op een gegeven moment houdt het op. Ja, ik... ja, en dat punt, dat is in mijn optiek, is dat al breekt. Maar daar hiest hem nog meer kansen. Jammer. Nou ja, ik snap nog heel net dat de spits van zo'n fantastisch seizoen naar bankzitter en een waarloos seizoen. Ik snap daar niks van. Maar hij scoorde net. Hij is natuurlijk vooral een hele goede eerste seizoenshelte bij Cambuur. In de tweede seizoenshelte
waarin Cambuur al geheel teleurstelde. Maar hem nog wel naar de beste prestatie ooit spelen in de Eredivisie. Wie Ulrike is ook al minder. Had er ook alweer volle minder doelpunten maken. Ja. Dus het is in die zin, dat vervallen is al wat jij erin zet. Ja. Maar goed. Maar over hoe ik zoek gewoon volgend hier Karlsbak en dan er nog een spits bij. Die wat duur leren kennen, maar ook hoor wie dan eruit komt als winnaar. En dan heb je, en met Karlsbak heb je meer een type speler die sleurt en een badje vasthouden. Dat is van Hooydonk direct, die sleurt ik. Ja, ik die sleurt wel. Daniel Karlsbak, of die echt wel beter is. Dat is als, nog eens net zo'n fan, hè? Nee, ik word wel zien dat hij echt lieke volle doelpunten maakt als van Hooydonk. Ik vind van Hooydonk, wat ik zei. Ik had ook wel eens hoor mij van der Velde, die is ook geen fan. En van der Velde die zei van, ik ben 82 hier, zet mij in de punt. De bal die van Hooydonk maakt, die kop ik er zelf ook wel even in. Maar ja, ik snap wel wat hij bedoelt. Want voetballend, Sjoen, hij is net zo volle on van Hooydonk. Alleen dat je hem nou gewoon echt puur beoordelen op de cijfers, is het meer als genoeg. Maar laten we even hier naar van Hooydonk zelf. De topscorer van Nederland is op dit moment Doevikas met 13 doelpunten. Er staan maar 5 voor jou op dit moment. Jij hebt er dan 10. Kijk je nog stiekem naar daarna? Ja, dat is wat ik zeg. Als je een paar penalties maakt, dan sta je zo daartussen. En, oproep naar alle scheidsrechters? Nee, zeker niet. Maar ja, we hebben er 2 gehad en 1 keer stond ik niet in het veld en 1 keer mocht ik hem niet nemen. Dus nu is het anders, maar... Kijk je er stiekem naar van, er komt nu wel dichtbij. Nou, in de rust dacht ik wel heel eventjes van, als je nog 1-2 bijprikt, dan sta je er wel heel bij. Maar ja, zo snel kan het gaan en... het is niet dat ik erop let, maar je kijkt er met een heel, heel schuin oog naar. Ja, zijn doelstelling onder het begin van het seizoen wie 15 doelpunten. Inclusief beker. Inclusief beker. Nou, hij zit nu op 10 competitiedoelpunten en 3 bekerdoelpunten. Dus die doelstelling zal hij wel helpen. Die kans is wel groot, ja. Ja, toch? En hij zei het ook, hij refereert er even om van, had ik nou aan zijn, ik dacht de penalties nemen mooi. Dan werd hij aan de topscorer van Nederland. Ik nog te betinken dat hij natuurlijk net alles in de basis die had. Want dan weet ik nog een periode dat Ami Sar in de puntenvakka kreeg. Hij had net volle mist. Nee. Maar goed, hij is hier van Bologna. Doof zei het wel, Roelof, van hij maakt weer waarom naar Bologna? Net nog een ier hier? Nee, zo net nog langer hier. Nee. Nee? Nee. Oké. Okay. Nou goed, en het goede nieuws is, eindelijk de nul. Ja. Ja. Dat is even lang lien. Het had even door. Ja, want ik heb het opgeschreven. Ja. De laatste keer, jongens. Even een quizvraagje, altijd leuk. De laatste keer de nul van Jereveen. Wanneer wie dat? Geert? Geen idee? Nee, geen idee. Iets met tasten in het duister? Ja. Stakker Andor? Ik ben een stakker die in het duister tast. Waarschijnlijk vorig hier. Vorig hier. Ja. Roelof? Volgens mij weer het tretje wedstrijd in Lien. Tien Volendam thuis voor de beker. Ja, dat is voor de beker. Ja. Maar in de competitie. Ik ga het toch van de podcast opzocht wanneer de laatste keer weer de nul houden. En dat inderdaad de beker. Maar de competitie weet ik het. 0-0 is naar de KC. Alsjeblieft. Ja, dat wie. Met ik de blessure van Sven van Beek. Hè, dat hij op zo'n januari van dit jaar. Ja. Dit jaar dus. Ja. Zo'n januari. Van hele mannelie. 0-0. Eindigen die wedstrijd. Zou ik de keeper in kwestie wijzen, ik zo'n feestje vieren. Nou toch, we kunnen eventjes bellen, mooie. De doelman van SC Jereveen, Xavier Maus. Schitterend. Gefeliciteerd, Xavier. De nul. Ja. Hikt hij daar ook een beetje tegenaan? Winnen is het belangrijkste. En of we dat nou met of zonder tegendoelpunten doen, het liefst natuurlijk zonder. Maar het is geen, ik sta me er niet op blind. Als we 2-1 winnen, dan is dat natuurlijk belangrijker dan 0-0 gelijk spelen. Ja, maar dit was nu je 9e wedstrijd in de basis. Ik kan me voorstellen dat je dan wel zoiets hebt van, de nul zou ook wel eens een keertje fijn zijn. Tuurlijk. Het is altijd lekker. Dat zeker. Ja. Was dit nou voorlopig jouw laatste wedstrijd in de basis eigenlijk? Want ja, iedereen heeft het erover dat na de Interland breekt, dan is Noppert weer fit. Ja, jij bent de journalist. Jij zou erachter moeten komen. Ja, maar jij traint met jullie trainer, Kees van Wonderen. Er is maar één die het weet natuurlijk. Jij bent de keeper. Nee, daar is nog niet zo heel veel duidelijk over. Dus dat weet ik oprecht ook niet. Nee. Heb je het gevoel dat je je goed genoeg hebt laten zien in de wedstrijden die je nu vanaf januari hebt gekiept, dat je de trainer lastig kunt maken in zijn besluit? Kijk over de meeste wedstrijden zeker tevreden terug, maar kijk, Anders heeft natuurlijk hartstikke goed gedaan en heeft op het WK gespeeld, dus het lijkt mij hartstikke logisch dat als hij fit is, dat hij gewoon weer onder de lat staat. Dat lijkt mij niet meer dan logisch na zo'n seizoen en de flow waar hij zat. Ja, zit je nou in de auto eigenlijk of niet? Ja. Richting Amsterdam? Ja. En rij je alleen of rijden er nog ploegmaten mee?
Nee, er rijden ook nog twee jongens mee, maar die kunnen jullie niet horen. Ja. Die blijven rustig kalm stil achterin. Ik had verwacht, dat zal wel een... Maar dat zijn Tom Haaien toch en Joost van Aken, of niet? Klopt dat niet? Ja, klopt. Dus ik dacht, we gaan jou straks bellen. Het zal wel een gekkenhuis worden in die auto, maar tot nu toe is het... Rustig, ja. Keurig rustig, ja, hoor. Ja, maar die wilden niet naar jullie luisteren. Dus die hebben mij gevraagd of ik mijn oortje in wilde doen en het geluid niet uit wilde zetten. Die dacht dan net bij die vraag van Ander, wat een domme vraag. Nee, dat hoorden ze dus niet. Oh, nee. Dat hoorden ze dus niet. Dat is dus het idee van ooit. Ja, domme opmerking. Domme opmerking, ja. Maar van, jouw contract loopt ook af, Xavier, na dit seizoen. Heb je al wat gehoord van Heerenveen, wat ze nou eigenlijk met je verder willen? Nee, nog niet. Oké, maar hoe sta je er zelf in? Nou ja, kijk, het is wat dat betreft nog vroeg en er zijn nog zoveel dingen onzeker. Ik heb altijd gezegd dat ik graag wil spelen en daar is deze afgelopen periode ook wel weer echt een bevestiging van. Dat hangt gewoon van heel veel dingen af en dat is op dit moment eigenlijk nog te vroeg om daar iets zinnigs over te zeggen. We zitten nog in maart en het nieuwe seizoen begint pas eind juni, begin juli. Dus dat is nog best wel ver, in voetbaltermen is dat nog best wel ver weg. Ja, nee, dat snap ik. Maar jij hebt altijd wel aangegeven van... Jij ziet jezelf altijd wel als eerste keeper. Daar maak je nooit een geheim van, toch? En ja, je weet natuurlijk niet hoe het nu komt met Andries Noppert. Maar op dit moment ben jij de tweede doelman. Kom je wel aan een aantal wedstrijden. Je hebt nu 9 wedstrijden achter elkaar in de basis gestaan. Maar zou je niet ergens willen spelen waar je sowieso de eerste keus bent? Ja, nee, tuurlijk. En daarom zeg ik dat het afhankelijk is van een hele hoop dingen. En dat daar op dit moment nog niet zo veel zin is over te zeggen valt. Het is natuurlijk wel, kijk, als je contract afloopt, zit je wel in een positie waarin je veel bewegingsvrijheid hebt. Dus ik kan het ook rustig op me af laten komen de komende periode. Ja, in Leeuwarden zoeken ze nog een keeper na dit seizoen. Jullie proberen ook altijd allemaal verraderlijke dingen uit mij te trekken. Ja, vooral Andor, hè? Ja, die zijn wel goed in. Ja, precies. Want hij lijkt echt gewoon heel erg als een soort van labrador. Hij doet geen vlieg kwaad, maar ondertussen. Ja, je houdt je goed wijselijk stil. Dankjewel. Ja, maar volg je Cambuur wel, Xavier? Volg je Cambuur wel hoe het daar nu gaat? Ja, tuurlijk. Sowieso volg je voetbal het algemeen en clubs waar je gespeeld hebt altijd nog wat scherper. Dus ja, tuurlijk volg je dat. En, ja. Maar zo ook met PEC en zelfs ook nog met Toppels en Ajax. Weet je, dat hou je er altijd in. Als je ergens gespeeld hebt, heb je toch een ander soort band met clubs dan wanneer je ergens niet gezeten hebt. Ja, nou ja, bij Cambuur hebben de keepers nog wel een beetje de neiging om er af en toe overheen te springen. Maar daar ga je niet op reageren, denk ik. Hij is wel slim, hè? Want als er gewoon weer een moeilijke vraag of zo komt, denk ik, heb geen zin, dan houdt hij zich gewoon stil. Ja. Maar dit was ook geen vraag. Nee, dit was geen vraag, dit was een stelling. En waarschijnlijk knikte je instemmend, maar dat kunnen we niet zien natuurlijk. Dat kunnen we niet zien. Hebben jullie nog vragen, jongens, voor Xavier? Ja, Joost van Aken zit natuurlijk naast je. Vraag anders even hoe het met hem komt. Met zijn contract. Nou, ik denk dat dat een beetje een antwoord van dezelfde strekking is. Ja, dat jij bent de voorzitter nu ook, van Joost van Aken. Dat denk ik eerlijk gezegd ook. En hij heeft nog een jaar hierna, dus ja, die moet eigenlijk verlengen. Vraag even of hij wel wil verlengen. antwoord van dezelfde strekking. Ah, ja. Goed zo. Hey, daar kan ik natuurlijk niet zoveel over. Nee, joh, dat weet ik niet. Nee, natuurlijk niet. Hebben ze verder nog iets te melden, die twee daar voorin? Of, achterin. Achterin. Voorin? Achterin, ja. Wie stuurt er dan? Yeah. Oh, ik denk, Haaien? Ja. Verkeerd gegokt. Oh, verkeerd gegokt. Van Aken. Van Aken dus. Nee, ook verkeerd gegokt. Hij rijdt zelf, ja. Hij rijdt zelf. Ja, dat zei hij vandaag wel. Ja. Kan ook nog, hè? Oh. Daarom, hij kan gewoon eerst... Multitasken. Multitasken. Want jullie gaan nu naar huis gewoon, dan? Xavier, of niet? Ja. Morgen trainen we nog woensdag op de wedstrijd. En dan tegen de Interland breken een paar dagen vrij. Hartstikke goed. Dus wat dat betreft komt de overwinning natuurlijk ook hartstikke mooi uit. Ja, jullie kunnen gewoon weer een beetje omhoog kijken, hè? Ja, ga je met een goed gevoel de Interland breken in. En daarna komen een paar hele mooie wedstrijden waarin het moet gebeuren. Zo is het. Ik heb nog één vraag. Heb jij nog last gehad van die supporters daar in Groningen? Of had jij daar eigenlijk geen last van? Nee. Op een gegeven moment dacht ik, het duurde even voordat ik zag wat er nou exact aan de hand was. Dus ik zat vanavond te kijken, waarom duurt het nou zo lang voordat die vrije trap genomen wordt? Maar ja, op een gegeven moment duurt het wel heel lang en je moet natuurlijk even naar binnen. Dat is nooit ideaal, vooral niet met nog
met nog uiteindelijk een kwartier te gaan. En dat je gewoon die 2-0 over de streep wil trekken. Lekker is het niet, want we hadden wel het gevoel dat we het onder controle hadden. En uiteindelijk ging het ook goed, maar zo'n onderbreking, dat is natuurlijk nooit lekker. En dan de manier waarop en wat er allemaal gebeurde, ja, dat krijg je gelukkig na de wedstrijd pas meer echt mee. Maar dat is natuurlijk niet... het is heel bijzonder wat daar gebeurd is. Ja, nou ja, laten we het zo omschrijven. Bijzonder en eigenlijk gewoon schandalig. Dat kunnen we ook wel gewoon zeggen. Ja, ja. Goed, Xavier, dankjewel dat je even aan de telefoon wilde komen. En goede terugreis. Yes, en doe de groeten aan Tom en Joost. Immer geraden ja, auto, dan kom je er vanzelf. Hey. Succes nog met de rest van de podcast. Oké, dankjewel. Oké, hoi. Hoi, dat zei Xavier Maus, jongens. Ja, en Kees van Wonderen, die docht het dus weer. Hij had nog geen derby verlennen. Hij wint altijd als hij derbies. Hij wil heel graag een keer winnen van een club uit de top 3, maar ja, dat lag het maar net. Maar, nee, maar om Xavier Maus te citeren, wat is nou eigenlijk je vraag? Gewoon. Nou ja, even. Het is geen vraag, maar meer gewoon. Een conclusie. Een conclusie. Oh, ja, ja. Ja, conclusie. Klopt. Goeie conclusie. Ja, ja, dat kan je niet beamen. Hij had die goede dingen. En derbies ben ik belangrijk. Nou, zeker. Ja, zeker. Ja, en Jerevin is net goed genoeg om eens een keer echt een stuntertje in een top 3 ploeg. Zou goed is Jerevin op ik zoek nog opzichtje van tevoren. Ik ben 14 dwan, maar volgens mij winnen ze haast alleen nog maar van clubs uit het Rochterrietje, die onder hun stingen, en verliezen haast alleen nog maar van ploegen boven hun. Ik weet net of dat helemaal klopt, maar van de topploegen in het geval Wolle, Ajax, PSV, Feyenoord, Twente, haast ze wel één keer thuis van woen. Utangeliek. Nou ja, dus ze hebben gewoon betere. Utrecht, Wakker Verlijn, RKC verliezen ze Ut 0-0. Maar ze hebben nog in je kans de meest labiele topclub van Nederland van dit seizoen. Zijn PSV, daar spelen ze nog tien. Dus dat Ut zo nog kennen. Ja. Ja, hij wil heel graag in het eigen stadion. En dan Sjellitten voor eigen publiek dat je echt gewoon jezelf meer te kindertje in een club uit de top draaien. Nou goed. Dat moet dan volgens hier maar. Zo, ja, Veen had nou thuis, maar ze spelen Utrecht beter dan thuis. Hè. Maar ik krijg nou thuis nog Van der Dam, Excelsior, Emmen, Goat Eagles. Ja, dat is in principe de must win zal je natuurlijk je pakken maken. Nou, als je dan 12 punten pakken, dan kom je in ieder geval heel dicht bij dat achterplak. Dat scheelt. Must wins. Ja, ja. Doe mooi. Doe or die. 6 punten. Cruciale. Nee, ja, omdat we het ook goed hebben. Cruciale wedstrijd. Het was een cruciale wedstrijd van Jereveen, of van Cambuur. Tegen Excelsior. En ja, het oude weekend. Door zouden stekken. Je haast varen om te vertellen hoe goed het wel net wie mijn Cambuur. En dat het met vertrouwen al je wel goed ziet. En ze maken al je stapjes. We hebben en dus net daar. En ze hebben opgeende lijnen te pakken. Ja, ja, ja. Wat hebben we daar al jaar van Wevromsjoen in Rotterdam? Helemaal niks. Helemaal niks. Maar wat een slappe hap. Slappe hap. Dat is toch onvoorstelbaar. Ik heb die trainer naar vregen. Wegens technische problemen kunnen we dat even net uit sturen. Maar die zei van ja, er zat te veel spanning op. Er is veel spanning op. Ja, ik merk het al met het partijtje voor de wedstrijd. Was al wat stil. Maar ja, het werd later wel wat beter. Dus ik dacht, komt wel goed. Ik zeg van, voel je dat dan aankomen dat het allemaal niet goed zat? Nee, dat kwam totaal niet aangevoeld. En nou, kortom, hij wist het ook niet. Nee. Maar er is er één die het wel weet. En dat is? Nou, die het achteraf werkelijk voortreffelijk kan verwoorden. Nou? Dat is de keeper van Cambuur. Robin Ruiter. Bij jou en Robin Ruiter een minuut. En dan vertelt hij precies wat er gebeurd is in Rotterdam. Nou, Robin Ruiter, kom maar in. Ja, een minuut. Ik vind het lang. Ja, minuut. Ja. Nou, minuut. Een minuut. Matter het wie mij check. Uiteindelijk begint bij mijn bal en die is gewoon niet goed genoeg. En natuurlijk, dan zit hij nog niet direct in en doen we daarna ook dingen niet goed. Alleen het begint wel gewoon bij mijn bal en dat mag mij niet overkomen, vind ik. Ik moet op dat moment denk ik meer voor zekerheid kiezen en misschien een vallende bal spelen op de buitenspeler. En uiteindelijk vanuit daar, ik weet niet wat het kwartier daarna gebeurt, maar zijn we het volledig kwijt. Ja, wat er dan gebeurt, dan komt er een eigen doelpunt volgens mij. Maar ja, dat was ook een beetje een rommelige situatie. Ik heb hem één keer gezien. Wat gebeurt er eigenlijk precies voor je neus? Ja, ze komen door op onze linkerkant en ze komen vrij kort op de goal. Dus ik sta eigenlijk om dat schot te dekken. Ja. Wordt voorgegeven en volgens mij komt hij op de knie van Leon. Ja, ik draai op dat moment open en dan gaat hij door mijn benen. Ja, dat zag er heel knullig uit. Ja, dat kan ik me wel voorstellen dat heel ongelukkig uitziet. Ja, zo voelde het ook. En vervolgens krijgen we een vrije trap tegen en mag je aannemen en vanaf 7 meter vrij inschieten. En de vierde vriezen we ook een duel. Gaat hij tussen 2-3 man door, zijn we de tegenstander kwijt en schiet hij hem goed binnen. Maar ja, eigenlijk 4 goals die we onszelf kunnen aanrekenen.
Ja, dat zei het Robert Ruiter, die we onszelf kunnen aanrekenen. Ja, daar zit het. Zelf kunnen aanrekenen. Ja. Dat is een geweldige conclusie. Maar even hoe Robert Ruiter zelf, die heeft haast elke week een ketser. Ik vind nou die bal die hij jouwt op Sai van Wermerskerken. Ja. Die zit tussen twee spelers van Excelsiorien en hij speelt hem toch gewoon. Ja. Dat die mij behoorlijk denken onder de wedstrijd en Wiekelien in Eindhoven, Jim PSV. Die deed precies hetzelfde met Paulussen. Ja, dit is de gewoon ketser rond je PSV, nou twee ketsers. Want die van Bergsma, die volgens mij nog wel echt wel hek in. Maar die waren nog voor die ochtend verhoren, maar ja, dat zei dus knullig. Het zag er knullig uit. Een beetje keeper. Mousie hem hoor. In hoeverre kun je hem dat hem onrekken? Want Cambuur wil opbouwen, dat het ulté duidelijk onjoen. Maar letten we daar dan eens een keer... Hoef je toch niet de bal naar de tegenstander te schieten? Misschien maar ophoren. Let me even u praten. Cambuur wil opbouwen, docht dat ek. Ruiter speelt het vorige week Paulussen in. Die zit onder druk. Maar ja, Paulussen vreegt die bal. Het jet bij het spul. Dus ja, je kent het Ruiter wel onrekken. Maar dit is hoe Cambuur spelen wil. Dan kun je daar hoe twijfelen. Kun je daar hoe ha. Maar Cambuur wil zijn spelen. Dat is een tweede vraag. Maar ik vind dat ze dat kennen. Ze kennen dit wel dwaan. Maar als je derde spelers net verhaven, had Robert Ruiter dat blijkbaar, die gaat nou twee keer achter mijn koor. Cruciaal de fout in. Het is zelfs, joh. Die twaalf. En Vlien Wiekertje in PSV. Ja, die PSV twee flink in koor. Dat die vooral de fout van Paulussen. Nou. Ja, Paulussen doet er een half uur over om die bal ergens oorzinnen te zien. Maar je neemt toch een heel soort risico om die jongens... Dat is dus wat ze willen. Nou, net zo. Ja, wel. Spelen die bal gewoon breed. Hij snapt het weer niet. De mag nooit de back in spelen. Hij staat wel eens opgelet dat Sander van Heijden praat. Ja, dat klopt, ja. Back nooit inspelen. Nou, dat deed hij nou wel trouwens. Ja, precies. Van Wermerskerken. Ja. Die gelijk mis. Als hier naast. Van Wermerskerken. Hier kan wel even een tikkie pittiger in de bal komen. Dat is hier wel echt een ketsen van een keeper. Voel ik. Hij speelt die bal gewoon verkeerd in. Nou, ik begin er al vaak over. Maar je mist juist een type Doken Smit. Ik zei, Sjoen, er is geen een gele kaart voor Cambuur vallen. Nee. Net dat je mat dat ik geen schoppartij van meidje. Maar je hebt van die slimme gietjes, zoals Mahi, tegen Go Ahead Eagles, die het even last van een blessure had, wat net zo is, om even Go Ahead Eagles uit het ritme te halen. Maar Doken wie nou scorst, hè? Die wie je scorst, dus die winnen net. Maar je, in zo'n wedstrijd, dus wel, als je in 10 minuten tiert zoveel goals voor het jouwe, dan mat er even in wezen die het even zet, ho, stop. Tot hier en niet verder. Ja. En die bergs maat ik een beetje, je staat van een zuurtje, een beetje. Ja, die derde ingeer. Ideaal, gewoon zo. Onder bal prima, maar ik denk ik dat nou, eerlijk gezegd, ja, ik heb ik wel een beetje horen. Ik heb een weddenschip met Leon Bergsma om drie flessen wijn. Die kan niet maar beter bestellen. Ja, lijkt het mij. Die wel een makkelijke. Ik denk dat hij al wel oriënteert op internet van waar kan ik eventueel wat flessen bestellen. Waar is het bocht het goedkoopst? Ja, nee, maar dat is en dan ik hè, want voetballen, wat je joegen de complimenten, doegeert, onkambuur, chin, wedstrijden, chin, PSV, AZ. Maar dan zit er dus echt totaal geen druk op. Ik denk dat je verliezen van PSV, dat jouwt helemaal niks. Nee, dat kan gebeuren. Dat is correct. Nou ja, ik vond dat wat je in de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles ziet, die drukt er vol op. Dus wedstrijd. Net zo vol als op deze en als op die Tjefond. Nee, dat is weer. Deze worden echt als cruciaal benaderd. Hoe je er ook over praat. Maar ja, ze kinderen druk net hoor. Nee. Ik zie ook vaak bij zulke wedstrijden naar hoe erop reageerd wordt als er een Sanchin goal valt. Hè. Nou, in dit geval wie een jou van die momenten in een yellow tiert. Ja. Dan zie je ook hoe die spelers op reageren. En dat is ik heel mat. Dat is net zo volle dat in je de oren een keer de hoer vol schelt bij een fout of iets dergelijks. Dat denk ik, zit de sfeer in de groep wel goed. Het is wel een professionele voetbalcultuur, als het ware. Zit dat wel lekker? Nou, de sfeer is wel goed, volgens mij. Maar die misschien was wat, die mag wel wat pittiger, denk ik. Ja. Ik zie trouwens Juste Joen, om jou wat zien, wie het ping-ping appjes. Oh, ja. Van Marinus Dijkhuizen. Ah, oh, trainer van Excelsior. Hing het die? Nee, hij hing het net. Vlieg een week heen, we hebben hem eens bellen. Ja. En zijn eerste reactie wie, dankjewel voor de felicitatie. Nou, dat hing dus net in. Dus ik zeg, oh ja, sorry, van harte kerel. Ook namens Robin Ruiter. Dus, nou ja, goed, dan vertelt hij dat hij dat maar een matige keeper vindt. Oh. En ik de Djoer. En efficiënt. Oh ja, en hij hier vooral een beetje stoort om het zelfvertrouwen van us aan de vakkant. Een beetje dat wat Ajax ook had, Tje Feyenoord. Ja. Oh, ja. Kuxu hier hem daarom stoort, maar Marius Dijkhuizen hier hem direct stoort. Nou ja, goed, en bij de witteskip van nou, wie dat eigenlijk wel een beetje mispleetst. En hij zegt over Cambuur, aanvallend allemaal heel aardig, maar verdedigend bijna net zo matig als bij ons. Alleen hebben wij een betere keeper en jullie vooral een hele naïeve speelwijze. Kijk, daar komen we. Is de speelwijze van Cambuur dan zo naïef? Wat vindt hij daar naïef aan?
Nou, dat je dus altijd maar weer opbouwen wollen van achteruit. De voetballende wijze. In steen van ze noemen dan ergens een keer. Je hebt een spits van 12 meter. Die vliest haast geen kopduel. Misschien kan het ook wel eens een keer wat opportunistischer. In de tweede helft zetten ze 12 jongens naast elkaar. Ja. Wat dit eruit komt. Maar Dovi is bij die wedstrijd. Ik wil langs Zwits naar Ajax Feyenoord. Ja, maar dan wist de eindstand wel. Ja. Nou, dat kwam niet van de hoge voorzet. Nee. Dat kwam dat Bangura goed druk zetten. Mooie assist van Molleur. En Molleur, fantastische assist, moeten we wel even nemen. Ja. Ik heb net zoen. Toen wie Paulussen eruit trouwens is. Oké, maar ik heb me nog wel de tussenwedstrijd heugen tegen Go Ahead Eagles. En wanneer wie Cambuur vooral gevaarlijk? Adoke Smit, daar heeft hij hem. Een lange bal joeg naar voren daar. Ja. En dan leidde er in één keer wat meer rondte. Ja, nou ja, dat ben ik eens. Dat hier wel beter kennen. Maar ja, hij besiekt het dan toch op een of andere manier wat variatie in te krijgen. Dat het al je net goed is, dat is duidelijk. Je zult wel wat oors betekenen. Maar betink het maar eens. Maar goed, na 22 minuten had hij een dubbele wissel. In Skof nog eens een keer drie wissels. Ja. Kun je ook overreden, ben je daar wel goed starten? Nee, dat hebben we wel vaker beleefd natuurlijk. Hè? Maar ja, dat is hier bij Volendam precies hetzelfde. Ja. Met 10 minuten moest waar gingen toen niet? Nou ja, en vorige week van Wonderenacht in Ajax. Oh, dat was hetzelfde. Even, ja. Nee, maar goed, dus dat wie om een signaal hoort, Jan, denk ik. Oh, ja, dat net goed. Dit misschien ook wel. Ja. Maar, hier wie blesseert toch? Dus dat wie een. Maar goed, hier wie blesseert onder Holle, dus die kon. Ja, Bergsma, Giederel, Betier. Maar Bergsma, dat wie natuurlijk wel even een signaal. Als Tol fit is, dan is Bergsma zijn basisplak kwijt. Ja, denk ik. Nou, Tol komt er vooral, dus. Ja, dus die zit dan wel in de basis. Ja, is hij verkeerd begonnen? Ja, hij speelde mij praktisch dezelfde naam als een week Jerre, dus. Ja, wat die jongens dan matten. Het is achteraan natuurlijk heel makkelijk praten. Ik snap wel dat die keers van die opstelling zat die nou staat. Want dat wie vorige weken, wie dat zijn PSV ik heel vond op voorhand vrij logisch hoe die begon. Ja, het liet het gewoon. Het probleem leidt het bij het voetbal in. Het probleem leidt mentaal te lissen bij Cambuur. En dat is een pittige en drege conclusie. 8 wedstrijden voor Rijn. Want ja, dat wel, maar eens wel fijn dat bij die fantastische wedstrijd in Eindhoven van Balk. Dat hij dat trots zet. En dat hij in je wedstrijd dat eindelijk eens een keer trol loopt. Nee, het is echt, dat had wel echt wel een incident best, hè? Hij schijnt een bal de goed in. Zo fantastisch. Nou ja, Balk niet. Nou, daarom wat Arjen die zegt me vorige week heel mijn glazer egenoon toen ik kiezen moest tussen Balk en Mahi. Toen ik Mahi kies. Nee, hè? Ik altijd van Mahi kiezen. Oh, ik denk dat wist hij ook. Ik zei nog, Balk op rechts. Ja, Balk op rechts. Nou ja. En dan hiest hem als een parel van het rechte rijtje. Dat zei ik nee. Maar... Nou ja, daar valt nog wel wat te winnen. Nou ja, goed. In elk geval nog 8 wedstrijden. Bij Jereveen is het nog wel in of fleurig iets, denk ik. Nou wel, ja. Ja, toch? Nou, in de club geen, hè? Ik bedoel... Oh, je staat op 33 punten. Nog 8 wedstrijden. Vliegen hier, hier is de 41. Dat wiegen nog voor play-offs Europees voetbal. Ja. 41. Dat is nou net zo, denk ik. Maar nee? Dat, omdat het die middenmoot, maar clubs als NEC, RKC, zelfs Go Ahead Eagles komt dichterbij. Dat is wel een aardig rietje wat tot de achterplak pak ik in. Dus dat is voor mij betreft nog altijd 50-50 van Jereveen ongeveer. Ja, nou ja, ik denk echt dat ze de play-offs hebben. Ik ook. Ja, ik vind de overwinning in FC Genesis een beetje een niet-zeggende overwinning. Want? In die zin, omdat ik op die eerste 20 minuten vond ik Genesis wel aardig. Daarna weet helemaal niks. Echt afschuwelijk lelijk en kansloos voetbal wat Genesis Jean leert. Naar die 1-0 weer helemaal clear. Had ik in Scott met tussen de piano hoorn, hebben ze mij ik. En het wie... Ja, en dan keer je natuurlijk al. Ik zit van dat laat ik om Jereveen en wie goed onder de bal en ze voetballen de wedstrijd professioneel uit. Klopt al hier, maar ik vind het niet echt een maatstaf wat dat betreft. Ik voel nee. Goed, maar als je nou weet al die thuiswedstrijden, de rest krijgt opneemt. Ja, maar Volendam, Excelsior. Maar ik vind Volendam dus echt een goede ploeg. Maar die Karel Eiting daar als regisseur, ik vind Excelsior ik net zo min als dat. Wel vastketst waard, maar die as ik al helemaal weer in de basis. Dus ik maak het alleen nog maar zin. Twee weken links hebben we nog Excelsior. Dat is de allerslechtste ploeg van de Eredivisie. Nee. Het kind hun geen hier op deze tafel. Ja, dat is ook al meestal mensen die de handdoek al smieten. Nou ja, dat weet ik net. Do in elk geval. Ja, Do vol. Ja, Do. Ja, nou ja, daarom. Ik woede nog even op waarom komen. Mooi. Daar is de handdoek nog net smieten. Nou ja. Bij Cambuur zullen ze als we winnen van Emmen, dan komen we op 12 punten van Emmen. En dan is er weer een heel soort mogelijk. Ja, als je naar het programma van Cambuur joggen, mij nog wedstrijden tegen Feyenoord, tegen Twente, tegen Utrecht, tegen Sparta, tegen Vitesse, dan word je er net heel fleurig op. Dus, dat had Emmen ik, hè? Die had nog moeilijker schema. Ja, maar Emmen staat op dit stuk 4 punten voor. Jawel, dus, dat skilt. Ek al winnen je van Emmen, dan mat je nog in de achtervolging, dan mat je ek nog het Glocka dat Grains heel amper nog punten pakt.
dit wie wil een wedstrijd waarvan je zegt, het is maken of breken. Do or die. Do or die, ja. Maken of breken, do or die, dat is cruciaal. Cruciaal. Dus ik zo voorzichtig, ik ben net, ik zoek dus maar de beweging om mij te willen dat ik de handdoek smiet en dat ik hem nog krijg. Maar dan leid je hier een handdoek, op tafel. Oh, hey. Maar leidt hij nou in een ring? Ja, de handdoek is al in een ring. Smiet de handdoek in de ring of nog net? Dat is nou de vraag. Ik zoom ze maar dan zou smieten willen en dan op het laatste puntje, op het hoekje, nog krekbeet horen willen. Wat een mooie symboliek, Andor. Mooie symboliek. Mooi. Hoe vind je bestouw, Geert? Was Toon wel heel ik pak het orenpuntje. Oh. Nou goed, Andries Noppert. Heeft Andries Noppert nog zoen? Ja. Ja? Ja, dat mooi dat shot op ESPN, dat hij die telefoon in de hand had. Ja, hij had een telefoonhoesje. Ja. Maar Superman. En op achterhoen. En zijn eigen holle erop. Eigen holle erop. Ja, dat wil ik eigenlijk. Waar wil dat nou net? Ja. Ik net. Nee, nou net? Nee. Nee, nee, dat ik bestellen we die voor jou. Ja. Ik ben van Nokia, zeg je een hoesje, toch? Die staat juist. Nee. Dit is omdat ik de orde van Mark Rutte naam heb. Oh, dat is toch niet? Ja, die heb ik dus. Ik heb ook sneken. Ja. En dan ben ik weer al met Wim Anker, de enige die het nog een Nokia. Het scheelt wel, want dan verdwijnen we ook gewoon sms'jes en zou u te hoesten helemaal... eigen telefoon op te schieten. Ideaal. Ja. Goed, we zien toen Noppert. Noppert ziet natuurlijk wel bij de voorselectie, maar is logischerwijs het oproppen van Oranje, omdat hij natuurlijk heel lang blesseerd is en nog altijd net fit is. Mooi signaal. Bloot wel een bijzondere vervelende blessure. Hè? Het is een blessure die bij de buk en de lies. En hij had nou ook wat orenmeesje nog inskekelen om bij naar je center litten, hoe dat nou krijgt al je zitten. Ja, het kind ik samen nog steeds wel een echt wel lang dwori. Dus dat bloot onwezen. Het is een blessure waarvan je, zoals je kriebel aan afscoren of zo, dan weet je vaak, nou ja, je hier tot nu al maanden, daar tussenin, dan kom je weer om. Maar hierbij is dat natuurlijk. Kind heel lang dwori, kan ik jou weer goed wijzen. Dus ja, maar terwijl hij er zelf toch echt van uitgeert, van dat hij, en bij Heerenveen ook wel, na de interlandperiode, hij zit er weer op het veld. Ja, maar dat wat voorzichtige oefeningjes, dat stelt net al te volle voor. En ik weet net of hij er zelf van nu keer naar Heerenveen of nu keer dat hij naar de Interland wil. Nou, Heerenveen vol. Oh, ja. Maar, en hij had zelf 4 weken lien. Het is zijn nog 12 weken. en dan ben ik er. Nee, hij had zijn dat die kans onwijzig wie dat eventueel zou wijzen kin. Dat zoek kinnen. Dus als wat oorzaak dat hij zei, ik ben er dan weer. En volgens mij, Kees van Wonderen, keert er volgens mij net van u, Jer. Bij Heerenveen zou het ook, weer net wie dan. Ja, Kees van Wonderen. We hebben materiaalman had zijn van. Nee, Kees, ik ja, Kees van Wonderen, ik herhaal je maar die zei op het persmoment, het zou mooi wezen dat hij nooit de interland breekt, want dan heeft ze nou een week een rusthoorn, nou dus. En hier nog een paar extra, maar dat wie van de thuiswedstrijd het bekerduel mooi Feyenoord. Zei, nou, dan pakken we Grace nog net, dan de interland breek en dan hopen we dat hij dan de nooit zien rentree mooi. Dat is een breed begrip, hè, na de interland breek. Ja, maar precies. Ja. Nou, en zo mooi wezen. Dat kan ik niet maaien. Ja. En we zo mooi wezen en hopen is ik het oorzaak dat ze verwachten dat hij wel rond is. Hij had net zo'n van, hij zit op het veld, hij zit op de basis en dit is de basisopstelling. Nee, dat klopt. Spielers, mijn oor in het contract, die moet in april altijd weten van werd ze dan ontdaan binnen. Daar hoef je verder nog geen conclusies om te verbinden. Hoeveel contracten binnen bij Cambuur formeel op zijn? Officieel nog niks. Althans, ze hebben nog niks naar boeten gebracht. Maar er zijn in totaal njoggentje een spielers waarvan nog net, of die in principe voort binnen naar dit seizoen. Dus die of een oor in het contract hebben, of hier binnen. Dus dat binnen er nogal wat. Dat je neiging dat de gemiddelde selectie uit 23 of 26 meesten besteedt. Ja, maar goed, dan als er bij die njoggetje spielers en Robin Ruiter en Joao Virginia zitten, dan is er weer een pak van uw hart. Ze zitten erbij. Ja. Nou, Brett Middelmaik. Jouw het helder opgelucht adem. Ja, daar kun je wel wat keuzes in, maatje. Ja. Maar er zitten een heel soort spielers. Molen, Paulussen, Jacob zet nog een optie dat het Cameroen handhavend, dat automatisch verlengen wordt. Sambissa, nou ja, die gaat voort. Dat is al wel duidelijk. Mambimi gaat voort. Doken Smit, het Noorrit. Binnen de jongens die het Savi zou zeggen van, at wij degraderen, dan zullen wij Cambuur verlitten? Nou ja, wist is al dat Mees Hoedemakers natuurlijk voor dit. Het die al onjoen naar dat zien transfer in de simmer al ketste. En ja, ik denk dat er meer spelers wijzen zullen die het Cambuur de degraderen, die het zissen zullen van, nou ja, wij sjuggen verder. Paulussen, kan ik me voorstellen dat die de Eredivisie shirt. Ja. Misschien Hoedemakers. Hoedemakers, dus Savisa, Jacob, Sildan, Fortgien. Dus de drie gaat wel echt een leger in bij Cambuur naar dit seizoen. Maar misschien is dit echt het goede moment. Althans, vorig Simmer hier het goede moment wijzen matten.
Dat is toch ook vaak een ongehoorn zijn, Geert. Dat doorselecteren. Doorselecteren, dat net ja. voldoende ja. gebeurd is. Maar goed, dat maakt nou aan zijn de nieuwe man. Ja, het is aan alle kanten een hele lastige situatie natuurlijk. Omdat en Cambuur nog steeds officieel net weer West-Spirivitakomier in de Eerste of Eerste Divisie. En met al die orrende contracten kan het sowieso gecompliceerd worden. En we hebben een technisch manager die zei van ja, maar ik bemoei me er niet meer mee. Voegeboy. Dat is Voegeboy. En die zei, ja, ik bemoei me net meer met wat er in de Simmer gebeuren mag. Dus, dat snap ik ook wel. Dat begreep ik heel goed over. Hij gaat niet over zijn graf regeren. Het is geen veroordeling, het is een constatering. Dus, maar ik begreep het wel. Nou ja, dan heb je toch een beetje het idee dat stilstaand wetter wordt. Ja, maar Doos is deze week in Zwolle naar Eetje en Rijnen. Heeft hij een afspraak met Eetje en Rijnen? Zullen die dan eindelijk wat zezen? Nee. Oh, nee. Hij gaat wel naar Zwolle? Die won naar Zwolle, maar net naar Rijnen. Want die... die wil daar nog niks zissen. Die zei, ik steen onder contract bij PEC Zwolle. Maar ook iets wel naar de training van PEC Zwolle. Ja, dus wij sjuggen Wolle in actie. Dus dan ken ik verder een beetje Sjen. Hoe die pionsjes deel zet als assistent van PEC. En hoe die dat doet. En nou ja, we kunnen een aantal mensen in de omjouwing van PEC Zwolle spreken. De trainer onder horen van Polen. De technisch directeur. Bram van Polen, ja. Dus daar kunnen we een beeld krijgen van, nou ja, van Etienne. Maar, Andor, dus is toch wel met draaiende camera op Etienne Rijnen oorstappen. Mooi vooral het onkondigje nou. Dat is ik. Ja. Ja. Als Etienne de Jet, Andor Faber. Ja. Ik kom maar hoor. Ik kom maar hoor. De camera. Ja hoor. Draai de camera. De auto stationair. Ik hoop dat hij net in de bosjes voordoet. Ik zil mijn best dan. Misschien kan ik hem verliezen. Dat daar een spannende uitspraak hoe de toekomst van Cambuur. Wat wordt dan in de eerste vraag? Draai de camera. Rijnen loopt voorbij en dan? Ja, weet ik. Ga ik nog net toen uitdacht eigenlijk. Hij is dan een suggestie. Nee. Ik net. Nee. Hoe vind je zelf dat het gaat? Ja, lekker Iepen. Lekker Iepen. Bij Heerenveen trouwens, ik hoor in de contracten, denk je het om Joost van Aken, Jan Bekkema en Rami Alhash. Nou ja, dat wisten we eigenlijk al hier wel, hè. Dat is echt net heel Rut Nijs. Nunnally, die bloot, na alle gedachten, want ja. Die moest een x-ontel wedstrijd spelen. En daar zit hij eigenlijk al op. En Bruma, Jeffrey Bruma, ja, dat was nog brocht als Rut Nijs, maar dat wisten we eigenlijk ook wel, hè. Die is gewoon helle als vervanger van Sven van Beek. En als Sven van Beek weer fit is, dan maakt hij fot. En ja. Poppendat is het ook net financieel haalbaar om en Van Beek en Bruma. Nee, volgens mij wie dat van tevoren natuurlijk dat ze elkaar helpen, Bruma en Heerenveen, om dit seizoen automatisch te zijn. En staat Bruma wat meer in de picture spelen kan en een mooi stap naar een clubmaatje kan, daarnaai. Alhoewel, hij doet het nog goed, dus als je hem harder kent, zou ik mooi wijs. Maar volgens mij is het financieel niet haalbaar. Op nee, het is niet haalbaar. Nee. En Van Beek en Bruma dan... En Boknevica's dan nog. En nou, ja, van Otley eventueel, die snijden nog spelen, die had hiernaai nog een hier een contract. Die spelen wel goed. Ja, die spelen goed. Ik vind hem, hij het echt... stappenmakkers is hij dan. Kijk eens. Maar hij, ik vind hem nog altijd verdedigend wel wat te min, maar onder de bal heel sterk. Dus dan, ja, als je dan een Boknevica in Nijsteen hebt en zo van Otle, dan, het lefzoek zou van Otle zijn in een treinmansverdediging. Wist dat is dan van Beek, Boknevica, van Otle, haast sides. Dat is voor hem dan het lekkerste wijze eigenlijk. Maar goed, Jervis speelt nou voor jou het rijden, dus het is nou net relevant. Nee. Ik zou hem wel verlengen, denk ik, van Otle. Maar goed, er is nog een I en I, dus. Dat hoeft net, zit ik hier echt druk op. Rottin Kongolo traint trouwens maar met FCM'en. Ja, nou, Rodney Kongolo, die doet dan in één keer weer op. Wat zou je dat? Dat is sowieso degradatie. Ja, nou ja, goed, die Higgin Club, die wie natuurlijk van Heerenveen, hij Cosenza Taguien in Italië. Serie B komt direct net als Pilienta, zit zonder club. En nou goed, misschien dat hij in april meidocht in Cambuur. Bij Emmerke is iedereen in broeken, hè? Zivkovic, Danny Hoessen, al van die uitrangeerde spelers die dan daar weer in genade onaam worden. Ja, prachtige naam, maar het smiet op nooit door weinig op. Nou, ja. Al die spitsen mee blesseerd, hè? Dat is wel lullig. Ja, dus, ja, precies. Ze scoren er net, hè? Maar toen hield hij dan een... waar zit hij weer in de spits bij Emmen? Dat weet ik zo'n... ja, die vlak wollen ze. Dus eigenlijk gewoon Romani. Ja, nee, maar die zit echt onder de kant. Maar echt in de punt. Ze hebben geen spelen van... ik vond ze in de winterstop, hè, die Darvalou hellen van Vitesse. Dat vond ik een prima spits. Maar die is ook blesseerd. Ja. Zullen we ooit trouwens net helemaal Emmen, de Groen in Boris? Hadden we dat met Excelsior die in Emmen. We weten hoe dat daarom is. Emmen is goed. Ja, goed elftal hoor. Ja, die handhaven haar. Ja, die redt het. Ja, die redt het. Rood, wit, rood, wit, rood, wit aan de bal. Dat is Emmen. Mooiste clublied van Nederland. Alsjeblieft, alsjeblieft. Dit weekend trouwens, Jim betellen voetbal. Oh, daar is nog iets anders. Hey, 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 hey. Hey, hey, NAC. Hup, NAC. Nou goed, nee, maar rood-wit, rood-wit, dat is toch, ja. Okay, dit weekend, Gent betalen voetbal. Nee. Do, draaist dus plaatsjes? Ja, ik draai plaatsjes. En wij binnen ook zo benijd hoe het komt met de Flyers. Ja, Doki is daar de Flyers, toch? Ah ja, dat is een rol op dat net.
Nee. Dan kijk ik u dit. Wat ik gebeurde. Ik ken ook. Maar als Liek wilt, wat zit nou in en zo. Het is razendspannend, hè? Zo'n wensje, maar het is razendspannend. Zit maar spillie zeker weer. Liège. Let's go. Ja, dat zal ik even vertellen. Ik heb er een keer West dus. Ja, Jim kent dit verhaal al eerder al. Ik heb het al tig keer verteld. Maar ik hier, Resto de West. Want toen dit echt de finale. Ja, de finale. En toen zei Jim van, nou Arjen kist ook naar de finale. Ik denk, nou vooruit. Toen wist ik dus nog net dat het in Luik was. Dat is de strijd jaloeren is dat Rieden. En dan kom je daar. En het is een vrij volle stadion. En wij kwamen erom, mijn cameraman en ik. En er wie eigenlijk net zo volle plak. Alleen nog helemaal op oren kon. Dus wij gingen daar zitten. En ik dacht, nou, dit is een mooie plak. En ik zie het naast een kerel. Ik hoor die man via de net. Grut, but. Dat doet hij via de net daar. Maar die Frans trouwens? Je ne parle pas français. Ah. Ook niet een petit peu. Dat is lastig. Dat is lastig. Maar goed, en op een gegeven moment, die wedstrijd weer nog maar kreeg los. En toen hier ik in de gaten werm dat plakje nog vrij. Want die man die hier een enorme trommel. En het jinnige wat ze dus drie periodes, drie keer 20 minuten real time. Let's go Bulldogs, let's go. Op die hurde trommel. Ja. Maar dat is bij iedereen hetzelfde. Bij iedereen. Want op oren kant bij de Flyers. Doen ze precies hetzelfde. Let's go Flyers. Ja. Let's go. Ik heb de vrienden weekend gehad. Ja, dus drie periode zitten. Ja, die wist er op les. Die wist er horendol van. Ja, maar ik zie dus een like. Of naast die man. Let's go Bulldogs. Let's go. En wie hij kleert. Dan begon ze aan de kant. Die oren kant. Let's go Flyers. En dan heeft er bij de Flyers ook nog een sirene bij. Oh. Dat was helemaal gek. Ja. Ah, het is best wel vermakelijk. Sfeervol. Ja, nee, ja, sfeervol, absoluut. Als een absoluut. Stadionnetje. Dat je daar een beetje abstraherend, zoals wij geacht worden te werken, naar je te gluren, dan denk je van, nou, het mag voor mij wat minder, hoor. Maar ja, ze bieden dus nog twee wedstrijden. Het kan wezen dat Jervin nog twee keer wint, dan is kleer. Of Luik wint twee keer, want de strijding is kleer. Als het twee keer leak wordt, of twee keer wint, dan is het dus leak. Dus dan maak ik voor de vijfde keer vierde wedstrijd en de beslissende wedstrijd, dus naar Luik. Ja. Dan kies dan naar Luik. Dan maak ik in de auto vaar. Let's go, Bulldogs, let's go. Ik zoek weer naast diezelfde man zitten hier. Ja. Leuk. Good. Jongens, de eindbesluit. De eindbesluit. Oh. Overdenkingen. Overdenkingen. Dennis van der Rey niet nog? Nee, Dennis van der Rey. Hij trainer van Cambuur, wat mij betreft. Dennis van der Rey, ja, nee, trainer van Cambuur. Ja, Ulté werkt niet. Loopt allemaal niet lekker. Vond zo'n als ze degraderen, Dennis Dook van der Rey. Dook is voor. Het witte. Ja, Dook is nee, dat hij het een heel soort. Nee, dat hij het weet, maar ik gewoon. Nee, maar dat hij het weerde maat. Ik bedoel, Dook is het witte dat het totaal net rint bij Cambuur, mij Ulté. Nee, maar waarom was dat? Een opmerking moest ze. Nee, nou ja. Ja, dit is inderdaad vandaar een dom op. Oh, ja. Een beetje fatsoenlijk. Vond ik, voel je moeder dat ik. Nee, maar van. Nee, maar ik ga net het idee met dat. Met LT naar het de KKD. Dat is een beetje dat weet ik ook. Maar wel. Waarom dan Dennis van der Rey? Ik denk dat het een goede trainer is. Ja, maar dat is LT. Het horen wij uit het wereldje. Ja. LT van der Rey. Het is bij de KKD. En het riemt. Allebei. Nou ja, maar geen erop vooruit, van der Rey. Ja, dat vind ik. Nee, dat is de vraag. Dat is allemaal optimistisch, snap ik wel. Maar als er een conclusie komt dat Ulté net werkt, nou ja. En, ja, maar die conclusie stelt er net zo gauw, Luca Roel. Nee. Zijn contract werd nog een jaar terug. Dus, Maar wat wil Ulté zelf trouwens, als hij degradeert? Ja, ik weet het. Zit er iets in zijn contract dat het dan op zijn werk? Ik net wist van. Maar ik denk net. Ik denk dat het lekker bouwen in de KKD. Je krijgt eerst nog wat opbrengingsgeld. Dus je moet de Gliek investeren dat je het hier daarna weer promoveren kennen. Nou, dat is toch niet bouwen dan? Ja, bouwen een onder een team. Maar. Ja, een stadion bouwen, ben ik maar ondergang op de Efteling. Nee, maar bouwen onder een team. Je hebt wat extra financiële mogelijkheden ten opzichte van de ploegen die het nodig in de KKD zitten. Ja. Maar goed, het wordt een, dat hebben we al heel vaak zijn. Als de hele noordelijke, als alle noordelijke ploegen degraderen, en dat zou samen kennen, maar Emmen en Grijns en Cambuur. En er zitten ook nog een paar knappe ploegen in die KKD. ADO, Willem II, Roda. Kom er maar eens uit. Kom maar eens uit. Dat is lastig. Dat is lastig. Goed zo, jongens. Te eindbesluit. Een peer overdenkingen. Andor. En je weet het? We komen er. Net op waarom. Goed zo. Wint Arjen de Boer of Leon Bergsma de weddenskip om drie flessen wien? Arjen de Boer. Alsjeblieft. Roelof. Sidney van Hooijdonk of Bas Dost? Oh, Bas Dost. Natuurlijk, Bas Dost. En Geert. Ja, jongen. Hasto, takken seizoen wat het dan op de Vreetioen? Ja of nee? Hartstikke bezet. Ja, hè? Nee, maar je net inplannen vrede in op horen dingen, jongens. Nee, dat wil ik net. Goed zo. Nee, weekend, dan ben je er weer. Dan zit je hier op deze tafel. Hebben we die helm nodig van de gast? Die nou, dan hebben we de tovenaar van Jobbik hier. Nee, jongen. Gert-Jan van Beek. De bouwer zelf. De bouwer zelf. Bob de Bouwer. Zo is het. Roelof was stoot de helm met mij naar Luik. Ons nee, weekend. Dag.